Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hotel de Kattem in Wervik. Is misschien wel de beste Nederlandse verdediger ooit, Cor van der Hart. Hij vertrok als amateur bij Ajax om in Lille profvoetballer te worden en stond aan de basis van het betaald voetbal bij Fortuna 54. Geroemd om zijn passes en zijn hardheid, geliefd bij zowel de mannelijke als de vrouwelijke fans. Met Volkskrant-journalist Willem Vissers duiken we in de geschiedenis van Cor van der Hart. We spreken af met een aantal oud-ploeggenoten. Als je zegt de beste verdediger van mijn dingen, dan zeg ik Cor van der Hart. Ik heb geen betere collega voetballer gehad dan Cor. We spreken clubarchivaris Koos Snijders. Cor van der Hart is Mr. Fortuna 54, zonder meer. We reizen naar Lille, waar Corrie van der Hart uitgroeide tot een van de beste verdedigers uit de clubgeschiedenis. Maar ik consider dat hij de meilleur défenseur de toute l'histoire du LOSC. En na lang aarzelen wil zoon Cor van der Hart nog één keer zijn verhaal doen. Je voudrais tant que tu te souviennes. Dat is een lied van Yves Montand, Les Feuilles Mortes. Dat was zijn lijflied. Je ziet, ik ben het niet vergeten. Het liedje wat je zong. Voor mij. Dit is ons lied. Op het lijf geschreven. Jij hield van mij. Van jou. Wat is dan je eerste herinnering? Een echte vader zoals je die graag wil hebben. Iets wat hij waarschijnlijk zelf niet gehad heeft. Elkaar gebleven, jij hield van mij. Dit is Cor van der Hart, Mr. Fortuna. Amsterdam was een echte Amsterdammer, een getapte jongen, een bon vivant, maar vooral een schitterende voetballer, een centrale verdediger, zeg maar Virgil van Dijk, maar dan in de jaren 50, 60. Ik heb een van zijn zoons heb ik als Facebook-vriend en die liet altijd zijn trots wel doorschemeren op zijn vader, want mijn vader die was echt goed. Maar ik heb hem alleen maar op zwart-wit beelden gezien. Dan zie je iemand die groot is, sterk, die een mooie kop heeft. Die ontzettend goed kan pasen, hè, met links en met rechts. Die in de lucht sterk was, die kopduels won, die hard was. Ja, eigenlijk een centrale verdediger die alles had. Als jongen van 13 is Cor van der Hart al een groot voetbaltalent. Cor van der Hart junior weet nog uit de overlevering hoe dat eraan toe ging in die tijd. Hij voetbalde bij Fokker in Amsterdam. Dat is een club die later is overgegaan in Overamstel, ja. Samen met Oosterpark. En toen werd hij ontdekt door iemand waarvan ik de naam niet meer weet. Maar toen mocht hij proefspelen bij Ajax met 300 andere jongetjes. En toen is hij geselecteerd uit die 300 jongetjes met Rinus Michels samen. En nog een derde speler om in de jeugd van Ajax te voetballen. En dat was toen zijn leven. En dat is uiteindelijk ook zijn broodwinning geworden. En ook eigenlijk zijn redding. Zijn redding ook, ja. Want hij moest geld verdienen voor de familie. Voor de familie. En dat ging bij Ajax lukken? Nou, bij Ajax niet, want hij was natuurlijk amateur. Maar hij is toen gescout door iemand van Lille, Frankrijk, Noord-Frankrijk. En daar is hij als eerste Ajax-ziet volgens mij naartoe gecontracteerd. Maar ik heb begrepen dat hij ook bij Ajax al hij kaarten... Ja, mijn vader die vroeg altijd 15 kaarten voor zijn vrienden. Voor alle wedstrijden? Voor alle wedstrijden, met name de thuiswedstrijden. En dan verkocht hij die. Dat was een bron van inkomsten. En dat heeft hij later in Frankrijk ook gedaan. Maar kreeg hij niks bij Ajax als salaris? Nou, niet dat ik weet. Dat was gewoon amateurisme daar.
En ja, hij zal wel een vergoeding hebben gekregen voor vervoer of wat dan ook. Maar hij kreeg geen salaris in die tijd. Cor debuteert als 17-jarige speler in het eerste van Ajax. Zijn trainer, de legendarische coach Jack Reynolds. Toeval of niet, maar Ajax wordt meteen kampioen. Een hoogtepunt dat de jonge Cor wel kan gebruiken. Want een tragische gebeurtenis in de oorlog zal hem altijd bijblijven. Mijn vader die was tot zijn 12e eigenlijk een onbezorgde kleuter, tiener, hoe je het wil noemen. Totdat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En het was hij 12. En toen is hij zat toen op de ambachtschool. Is eigenlijk bijna niet naar school geweest toen. Voetbalde vooral heel veel. En op zijn 17e, toen de oorlog was afgelopen, toen was er een tragisch ongeval. Ongeveer 5 dagen voor de bevrijding stond hij uit het raam te kijken op de Eerste Oosterparkstraat. Naar zijn vader die bij een vrachtwagen stond. En die vrachtwagen die reed toen op gas. En die gasketel die ontplofte. En mijn opa die verloor toen 1,5 been voor de ogen van mijn vader. En die is toen met spoed gebracht naar de eerste hulp van het Onze Lieve Vrouw Gasthuis in Amsterdam. En daar ook overleden. Dus dat was een vrij traumatische ervaring. En eigenlijk heeft dat zijn leven wel een beetje getekend. En hoe heeft dat zijn leven getekend? Want hij was dus jong, dan krijg je een dramatische gebeurtenis. En dan moet je verder, de oorlog is afgelopen. En dan... De oorlog is afgelopen, er was armoede. Hij had 4 zussen en een moeder, waar hij in feite ineens voor moest gaan zorgen. Cor is fysiek sterk, heeft een goede techniek en een uitstekende pas in de benen. Maar zijn eerste wedstrijd tegen een Limburgse ploeg is geen succes. In het Fortuna Sittardstadion is tegenwoordig een museum. We bezoeken een van de oprichters, Koos Snijders, om te praten over Cor's wedstrijden tegen de Limburgers. De provincie waar hij later voor zal uitkomen en veel successen zal behalen. De eerste wedstrijd van Cor van der Hart in Limburg, bij Maurits en Geleen. Oh, dat was een heel bijzondere wedstrijd. Kom hier, laat ik het je zien. Welke gegevens... Ik volg jou. Ja, prima. Want dit is ook het begin van het museum. Welke wedstrijd hebben we het over? We hebben het hier over de wedstrijd van Maurits tegen Ajax in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Dat was in 1950 en het ging om het landskampioenschap. Je had toen nog geen betaald voetbal. Alles was toen nog amateurs. En Maurits was bij de laatste 6 clubs van ons land die voetbalden om het landskampioenschap. Met onder andere ook Ajax. Limburg werd later kampioen. Maurits speelde toen een uit- en een thuiswedstrijd tegen Ajax. En deze foto is genomen in het Olympisch Stadion. En je kunt zien wat hier staat. In Amsterdam verslaat Maurits op 23 april het toen al grote Ajax met 4-3. Dus Cor van der Hart speelde met Ajax tegen Maurits en verloor. En verloor. En in datzelfde Ajax speelde ook Rinus Michels. En Ajax wilde zo graag landskampioen worden, maar dat lukte niet. 1 of 2 weken later kwamen ze in Geleen voor de returnwedstrijd en toen won Ajax wel. Maar dat was de kennismaking van Cor van der Hart met Geleen, zijn latere woonplaats en de stad waar hij grote successen is gaan vieren. Cor groeit snel uit tot een van de steunpilaren van Ajax. En zijn optreden blijft niet onopgemerkt. In Nederland is op dat moment nog geen betaald voetbal, maar buitenlandse ploegen liggen op de loer om amateurs uit Nederland weg te kapen. Het is dan ook niet verrassend als amateurvoetballer Cor in 1950 op 22-jarige leeftijd naar Lille verhuist. We gaan naar Lille, voor de Vlamingen Rijssel. Ook hier voor Willem Vissers een auto uit lang vervlogen tijden. We ruilen de Cadillac om voor een Mercedes 300D Adenauer. Lille was een topclub in die tijd. Het was hier echt een groot team met grote spelers. En hij heeft hier ook furoren gemaakt. Hij was hier populair. Het was natuurlijk een hele mooie man. Een man met uitstraling, met charisma. Hier links zie je water. Dat is het riviertje La Deule. Hier zijn 2 piramideachtige bergen. En hier is het eerste stadion van Lille ooit geweest. En hier heeft Cor van der Hart gevoetbald. Hier op deze plaquette zien we de rivier La Deule, waar we net eigenlijk stonden. En hier is de hoofdtribune van het oude stadion Jory. Dit was het stadion waar Lille zijn grootste successen in de clubhistorie vierde. De club was eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog
De eerste grote kampioen van Frankrijk. De eerste kampioen na de Tweede Wereldoorlog. Van der Hart kwam hier in 1950. Heeft in 1953 de beker gewonnen. En 1954 het landskampioenschap gewonnen hier. Vierde hier, dat zijn grootste successen. Hier kwam die, dus profvoetbal. Hij zegt, alles was geregeld. Eten, verzorging. Het geld stond altijd op tijd op de bank. En zijn carrière heeft hier een geweldige boost gekregen. Omdat hij hier een sterspeler werd. Die later interessant werd, toen ook in Nederland het betaalvoetbal ging beginnen. Om weer aan te trekken voor Nederlandse clubs. In dit geval Fortuna. Lille is op dat moment een grootheid in Frankrijk, waar al sinds 1932 betaald voetbal wordt gespeeld. Het is de eerste naoorlogse kampioen van Frankrijk. Op het trainingscomplex spreken we Patrick Robert, officieel le président d'Association Lille OSC. Hij kan zich Corrie van der Hart nog goed herinneren. Bonjour. Bonjour. Patrick Robert. Monsieur Patrick Robert. Comment ça va? Très bien. Et vous? Vous avez trouvé? Ça va bien. Corey is just behind the president. Ah. Corey is there. Yeah. Corey. Also, when he won the FA Cup. FA Cup and he won the in 1953. Yeah. 1953. Yeah. He's there again. Yeah. Yeah, it's very nice. Okay, you can keep it, it's for you. Ah, that's nice. Un très petit musée. Ah, tout petit. Mais en attendant le prochain. Ah. Le prochain, le suivant. Alors nous avons la coupe latine que Corrie van der Hart a joué en 1951. Il a joué la finale de la coupe latine. Et Corrie van der Hart joué dans la partie. Oui, la finale. On a joué la finale. Non. On a perdu la finale contre Milan AC. AC Milan. Ouais. 5-0. 5-0. Oh, yeah. Yeah. Et Corrie van der Hart, il est un défenseur. Oui. Ah. Five, c'est Corrie de Milan. Yeah. Oh. C'est Corrie a gagné la Coupe de France. Coupe de France 53 et le championnat de France 54. Yeah. Et là, ça c'est la coupe. Ça. Le championnat, on l'a pas là. Lille-Nancy 2-1. Oui. C'était un grand match. C'est pas un grand match. Non. Non. Mais non? C'était une victoire. Victoire. Oui. Victoire est une victoire. Voilà. Il est un joueur important, ou non? Ah oui, alors pour moi, c'est pas parce que vous êtes là, mais je considère que ça a été le meilleur défenseur de toute l'histoire du LOSC. Le meilleur? The best defender, yeah. Oui. Pourquoi? Par sa classe, parce que c'était... à l'époque, les journalistes spécialisés, le journal L'Équipe, tout ça, disaient qu'il y avait trois défenseurs en Europe. Robert Jonquet, vous avez connu? De Reims, du stade de Reims, Billy Wright, capitaine d'Angleterre, et Corrie van der Hart. C'est les trois meilleurs défenseurs européens, et nous, il était chez nous. En quelle personne, Corrie? Très chaleureux, très amical. Amical. Ouais. Chaleureux, gentil avec tout le monde, les supporters, tout ça. Avec charisme. Oui, ouais, avec charisme. Il y a une culture française, du vin, de la bière, surtout dans le nord. En Hollande, il y a une culture du lait. Culture du lait et de l'eau. Oui, voilà. Mais aujourd'hui, moi je suis président de l'académie, aujourd'hui les joueurs de l'eau. Hein. C'est un autre temps. Oui. Mijn vader sprak geen woord Frans.
En dat is een mooie anekdote wel. Hij kwam bij Lille aan en toen vroeg hij voor uit beleefdheid, als ik nou ergens een restaurant binnenkom of jullie zie, wat moet ik dan zeggen? En dan zei een medespeler tegen hem, dan moet je gewoon bon birou zeggen, bon birou. Dus mijn vader kwam ieder restaurant binnen en dan zei hij bon birou tegen iedereen. Dat betekende grote lul. Dus dat had hij snel door. En toen heeft hij echt in 3 maanden tijd, 4 maanden tijd, heeft hij zich het Frans eigen gemaakt. Hij sprak echt vloeiend Frans. Lille. Een dag voor de Champions League wedstrijd tegen Ajax. Die avond is de persconferentie. Ook aanwezig de Franse journalist Olivier Fosseux. Je crois que de mémoire à Lille, il a fait une centaine de matchs. Donc sur 4 saisons, ça veut dire qu'il en a pas raté beaucoup. Hein, il a souvent joué. C'était un défenseur assez rugueux, autoritaire. C'était un meneur d'hommes, hein, ouais. Avec beaucoup de caractère. Ouais. Un des grands défenseurs de. Oui. Bah c'est Lille a toujours eu des grands défenseurs et j'ai envie de dire que Cor van der Hart est un des premiers sans doute à avoir réussi ça. Avec Lille, il a gagné la Coupe de France, il a gagné le championnat de France avant de repartir chez vous. Cor van der Hart groeit in Lille in korte tijd uit tot een ster. In een smaakvol Frans restaurant nemen we de clubgeschiedenis van OSC Lille door. Nou, dit prachtige boek van een kilo hebben wij gekregen van de voorzitter van Lille. Het gaat over de historie van deze mooie club. Van Hazard tot Abidal tot Bastos, allemaal goede spelers. En natuurlijk ook over Cor van der Hart. En er staat hier, er kwam een verdediger, solide, robuust et souriant. Dus solide, sterk en souriant met een glimlach. Corrie van der Hart. Er staat alleen bij dat hij kwam van Fortuna Gelen, staat er in plaats van Geleen. Dat klopt niet helemaal, want hij kwam van Ajax en hij ging pas na Lille, ging die naar Fortuna toe. Detail. Veel foto's ook van Cor van der Hart. Elftal foto's natuurlijk. Bijvoorbeeld hier de finale van de Franse beker, gewonnen door Lille in 1953. Jammer, de president komt de spelers feliciteren, Vincent Auriol. Cor van der Hart staat net achter de president. Dus hij staat niet goed op de foto. Maar wel op andere foto's staat hij meestal in het centrum, soms aan de kant. Die grote kerel, Cor van der Hart. Ook bij de kampioensfoto van 1953-1954, kampioenschap van Lille. Daar staat hij ook nog op de foto. In Frankrijk leert Cor ook Yves Montand kennen. De Franse chansonnier en filmster en de Nederlandse voetballer raken bevriend. Succesvol in hun métier en succesvol in het Franse bourgondische leven tot in de kleine uurtjes. Het zal een vriendschap zijn tot aan de dood van Montand in 1991. Yves Montand schrijft ook het lijflied van Cor van der Hart, Les Feuilles Mortes, de dode bladeren. Dit is ons lied, op het lijf geschreven. Jij hield van mij en ik van jou. En wij zijn bij elkaar gebleven. Jij hield van mij en ik van jou. Straks. Hoe Cor van der Hart de overstap naar Limburg maakt en schittert in het jonge Fortuna 54. Over de rol van Cor van der Hart in het Nederlands elftal. En een legende sterft. In zijn tijd bij Lille is van der Hart een van de beste verdedigers in Europa. Maar voor het Nederlands elftal mag hij niet spelen, want hij is profvoetballer. Voor de KNVB een doodzonde. Nederland speelt vaak met een B-team omdat de goede spelers in het buitenland actief zijn. En verliest regelmatig met veel tegendoelpunten. Dit verandert als er in 1953 een benefietwedstrijd wordt gespeeld voor de slachtoffers van de watersnoodramp. Bijna 40.000 mensen, waaronder meer dan 4.000 Nederlanders, waren op deze door de weekse dag in het stadion van het Parc des Princes aanwezig. Het is een bonte verzameling van vooral in Frankrijk spelende Nederlandse profs. Ze zorgen voor hun stunt door te winnen van het veel sterker geachte gastland.
Toen de scheidsrechter het eindsignaal had geblazen, stroomden de Nederlandse supporters het veld op om de profs die deze onverwachte, maar volkomen verdiende overwinning hadden behaald, op spontane wijze te huldigen. Cor is de leider van de defensie in dit bijzondere Nederlandse elftal. Aanwezig op de tribune is de Limburgse bouwondernemer Giet Joosten. Giet Joosten is zo geroerd door de benefietwedstrijd dat hij na afloop besluit dat er ook in Nederland betaald profvoetbal moet komen. Joosten weet in een jaar tijd het beste clubteam van Nederland op te bouwen. Cor van der Hart, Europees topverdediger, wordt voor 100.000 gulden gekocht van Lille. Hij stapt over naar Fortuna 54, een club die nog nooit één competitiewedstrijd heeft gespeeld. Onder leiding van der Hart maakt Fortuna 54 internationaal furore. En alle glorie van de club is hier verzameld. Nou, wat we hebben kunnen verzamelen en wat wij weten, nou, dat hebben we bij elkaar gebracht. En er is dus ook veel te zien over Cor van der Hart. Er is wel eens te zien over Cor van der Hart. Ja, Cor van der Hart is natuurlijk iemand die zoveel te bieden heeft. Ja, we hebben van alles van hem. We hebben natuurlijk wel even moeten kijken. Want ja, uit die jaren 50, 60, zoveel materiaal is er eigenlijk niet. Waar heb je gezocht? Nou, bij vrienden, bij archieven, via internet. Maar ook in de loop der jaren ook bewaard. Veel krantenknipsels van de tijden van Fortuna 54. Dat is allemaal aanwezig hier. En er zat natuurlijk ook veel in je hoofd. Ah, best wel. Dat is geworden een deel van mijn leven, Fortuna 54. En Fortuna, zeg maar. En neemt Cor daarin een speciale plek in? Absoluut. Cor is toch eigenlijk een man, als Fortuna 54 van geleend. Cor van der Hart is Mr. Fortuna 54. Zonder meer. Hij heeft 14 seizoenen in het eerste elftal gespeeld. Als aanvoerder. Ja, daar ben je toch een grote man. Als vroeger Cor van der Hart door Geleen liep, en nou dan liep daar iemand. In de eerste maanden van Fortuna 54 is er geen profvoetbal, want dat mag niet van de KNVB. En dus speelt Fortuna 54 tegen de sterkste internationale teams, zoals Real Madrid, Stade Reims, Boca Juniors en Botafogo. Met Cor als een van de hoofdrolspelers naast Frans de Munk is Fortuna 54 een sterrenensemble. De internationale wedstrijd tegen de Europese topteams zijn het belangrijkste. De vaderlandse competitie is van ondergeschikt belang. We gaan nu eens even een kijkje nemen naar een mooi souvenir, een mooie herinnering van een hoogtepunt uit de geschiedenis van Fortuna 54. Fortuna 54 heeft namelijk 2 keer gespeeld in Madrid tegen Real. En niet zomaar gespeeld, nee, daar werden ze voor uitgenodigd als vertegenwoordiger van Nederland. En op dat moment was Real Madrid al kampioen van Europa. Nou, dit zijn dus een van de elftallen, een van die twee met hier rechts Cor van der Hart. En rechts een elftal van Real Madrid met Copa, Di Stefano, Kento. En Fortuna heeft er wel royaal verloren daar met 8-3, cijfers 8-3, voor 70.000 toeschouwers in die tijd. Maar leuk is, hier zijn dus 2 vaantjes. Na afloop van die wedstrijd was er een groot banket en er werden vaantjes uitgedeeld met handtekeningen. En daar staan dus de handtekeningen van Di Stefano op en ook van Copa en Cor van der Hart. Ja, ja. Kijk eens hier. Ja. De aanvoerder in Madrid tegen Real. Ah, is toch fantastisch, of niet? Ja, zeker. Dat zijn de wedstrijden waar je vindt. Ja, dat is geweldig. Ja. Dit shirtje heeft hij origineel gedragen. Nou Willem, ik laat je nog even iets zien hier in, daar in die mooie kast daar. Daar zijn 2 foto's met vliegtuig Sabena. Vertrok ze uit Brussel naar Roemenië en Bulgarije. Gingen ze voetballen voor de 54. Met natuurlijk Cor van der Hart bij. Het kan niet anders, hè? Wat een avonturen waren dat. Ah, geweldig. Kijk eens daar, die foto daarboven. Staat Cor ook in de sneeuw. Ging gewoon door, hè? Niet afgelast. Ging gewoon door. Niet dat slappen. Daar werd geen voetbal vroeger. Tuurlijk. Aflassen was er niet bij. Oranje bal. Kijk eens daar als je wilt. Documentatiecentrum. Mag ik daar naar binnen? Jazeker. Nou, we hebben wat spulletjes van Cor van der Hart bij elkaar gelegd. Ja? Dit is hier Cor van der Hart met Rick Koppens. Zeggen we Rick Koppens iets? Rick Koppens, grote Belg. Grote Belg, met voor van Beerschot, Antwerpen. En je had vroeger speelde Nederland en België 2 keer per jaar voetbal tegen elkaar. 1 keer België en 1 keer Nederland. Dus iedereen leefde naar die wedstrijden toe. Die waren wel heel erg belangrijk vroeger. Ja. De derby, daar lagen landen. Ja, dat was de wedstrijd. Daar staat mijn vader naast Rick Koppens. Later best goede vrienden geweest. Maar Rick Koppens was zijn grote tegenstander in het Belgische team. Spits, sterke vent, snel, wendbaar.
En daar had hij best wel heel veel moeite mee. Tegen België kwamen ze het veld op. En toen pakte mijn vader de bal van de scheidsrechter en die gaf hij aan Rick Koppens. En toen zei hij, wat moet ik met die bal? Hij zei, nou, hou hem goed vast, want je krijgt er vandaag geen één meer. Nou, dat soort dingen. Kijk hier. Ja, dat zegt toch alles, of niet dan? Nederland zelf al. Je ziet toch gewoon dat daar een krachtige man staat, of niet dan? Beetje onaantastbaar. Ja, precies. Over de ballen heen kijken. Ja, maar zo was hij ook in het veld. Handen zo van, niemand komt aan mij. Ja, maar in wedstrijden was hij ook... Hij was zo nadrukkelijk aanwezig in die achterhoede van Fortuna 54 en het Nederlands elftal. Hij speelde gewoon een spel van verdeel en heers. En vervolgens gaf hij prachtige lange ballen voor 30, 40 meter recht vooruit en dan... Die komt naar achter. Verleden. In de voormalige bioscoop Roxy in Geleen ontmoeten we drie oud-ploeggenoten van Cor van der Hart om terug te blikken op die tijd. Drie voetballende musketiers uit Geleen, vroegere sterren van Fortuna. De kleinste, heb ik begrepen, is de heer Kusters. Harry. De linksbuiten, de pingelaar. Sip Jacobs. En de spits? Karel Rijkers. Met korte ei. Korte ei. We staan hier in de Roxy. Vroegere bioscoop, maar ook volgens mij het centrum van het uitgaansleven van Geleen. Carnavalsvereniging. Ja. Toneel. Ja. Film. Ja. Oh, ja. Hier zijn jullie veel geweest in jullie gloriejaren als voetballer. Oh. Er was niks anders. Hè? Er was niks anders. Ja. Vertel eens, wat heeft Cor van der Hart voor jou betekend? Cor had een zwak voor mij. Ik was een technische speler en hij heeft me enorm verdedigd altijd. Ook tegenover Huub Adriaans, Giet Joosten. Want laat Sip maar voetballen, dat komt wel goed met hem. En daar heb ik enorm veel aan gehad aan hem. Dus hij stond centraal achterin, jij stond links buiten. Ja. Dus ik neem aan dat hij een paasje op jou gaf. De strepen kwamen van hem, ja. Hoog, laag? Dat maakte hij uit. Ze zei, begin lopen Sip. En dan liep ik en dan kwamen die ballen automatisch. En dan controleerde jij ze op de borst of waar dan ook? Meestal met de voeten, ja. Met de voeten. En dan ging je langs je rechtsback? Ja. Voorzetje geven? Voorzetje geven op Karel. We hadden toen nog in de spits staan. Cambassi. Cambassi, die Braziliaan. Ja. Braziliaan, ja. Ook nog mee. Maar jij had ze liever op het hoofd of in de voeten? Op snelheid in de diepte en dan kon ik dat afmaken. En hoe was jouw band met Cor? Toch wel heel, heel mooi, moet ik zeggen. In die zin van, hij stuurde, ook op de trainingen, als je dus bezig was in de wedstrijd, hij praatte ook met ons. De jongeren die wilden die toch wel stimuleren. Nou, dat kwam goed uit. Dat kwam niet goed uit de verf, moet ik zeggen. Ja, en hij was natuurlijk een groot voorbeeld, hè, qua techniek, noem maar op. Want ik hoorde altijd, meneer Kusters, dat Cor van der Hart komt natuurlijk in Amsterdam, man met veel brani, met grote mond. En jullie waren dan Limburgse jongens, die waren vaak wat bescheidener, zei men, volgens het cliché. Wat deed hij met jullie? Hoe gaf hij jullie zelfvertrouwen? Of kraakte hij jullie af? Of pepte hij jullie juist op? Oh, hij deed dus beiden, hè. En beiden moest je dus hebben, hè. Ik was een heel jonge speler. Dus ik keek sowieso tegen hem op. Letterlijk ook? Letterlijk en figuurlijk. Ik bedoel, het was gewoon... Ik was geweldig mens. En kletsen, praten, doen, altijd sturen, een persoonlijkheid. Iedere tegenstander keek tegen hem op als centrale man. En als verdediger was je daar heel blij mee. Hij zag het spel. Ballen van die je moest pakken of niet pakken, dat schreef je nou, los, laat gaan. Dat deed hij ook met Frans de Munk. Hè. Dat was ook een klik wat hij had. Het was gewoon een persoonlijkheid. Was hij eigenlijk hard in het veld? Was hij gemeen? Of hij kon hard zijn, hè. Hij kon hard zijn. Hij zei, dat moest je kunnen. Hè. Dat was ik dus niet. Hij zei, je moet veel en veel harder zijn. Hij kwam uit Amsterdam, ik kwam uit Maastricht. Ja, dat is een cultuurverschil van hier tot Ginter. Maar ik bedoel ook hard in het spel. Harde overtredingen, harde tackles. Kon hij ook goed. Het heeft hij waarschijnlijk één keer niet gedaan. Toen we op Real Madrid speelden tegen Di Stefano. Hè, waar met rust 2-2 was. We hebben uiteindelijk de wedstrijd met 7-3 verloren. Hè, maar hij zei na de wedstrijd, dan heb ik eentje ontmoet die ik niet heb kunnen pakken, niet technisch niet, maar ook niet om dat te doen. Want die vier doelpunten maakte, die verloor die wedstrijd met 7-3. Dat is de eerste die ik niet aankon.
Ik zal je dat horloge even laten zien, Willem. Dit is het horloge wat hij kreeg van Alfredo Di Stefano. Real Madrid, Club de Voetbal. En dat kreeg hij persoonlijk van Di Stefano? Dat kreeg hij, ja. Het bandje is inmiddels vergaan. Maar het horloge, het uurwerk, werkt nog steeds. Dus dat is een reliquie wat ik koester en waar ik heel zuinig op ben. En dat heeft hij zelf ook niet weggegeven? Nee, dat is een van de weinige dingen die wij nog konden... laten we zeggen, dat we konden voorkomen dat hij het weggaf. De sterren van Fortuna 54 boeken vele successen. En die moeten natuurlijk gevierd worden. Hoe doe je dat in de jaren 50 in Geleen? We ontmoeten Peter Beenen, die jarenlang met Cor voetbalt. Hey, Willem. Peter Beenen. In de voormalige dancing- en roemruchte nachtclub Le Caveau in Geleen komen de spelers van Fortuna 54 na iedere wedstrijd bijeen. En ook Cor is een graag geziene gast. Ik ben eens benieuwd wie het hier uitziet. Ja, ik ook. Je moest denken, Willem, ik ben hier misschien al 50 jaar, 60 jaar niet meer geweest. En nu is het eigenlijk helemaal niks meer, hè? Ja, dat is eigenlijk nog gewoon. Ja, wat is hier eigenlijk nog te doen? Loop je maar door. Eén naar links, naar rechts. We eens even kijken wat hier nog te doen is. Leve mensen. Ik zeg, je hebt beton en ik zeg, je bent geen vreugde geweest. Hier is het. Le Caveau. Hier is de Caveau en hier was... Bar Bistro. Dat was na de wedstrijd en werden we hier ontvangen en kregen we warm eten. Maar dat was wel iedere zondag. Ik neem aan dat hier het orkest was. Hier zat een orkest, ja. En dit was dan? Dit was de befaamde dansvloer. De befaamde dansvloer? Ja, dansvloer, ja. Daar zit het orkest, ja. Hier is de dansvloer. Ik neem aan dat jullie dan hier zaten. We zaten hier, ja. Ja, die dames zaten er natuurlijk ook. Hè. Maar die zaten bij jullie, die zaten gewoon naast jullie? Ja, zaten naast de dames. Nee, dat was niet afgesloten. En wie nam het initiatief om te dansen? De dames of de heren in die tijd? Als we gewonnen hadden, waren die mannen natuurlijk het eerste op de vloer. Wat aten jullie? Wat was het diner? Was het elke keer hetzelfde? Dat was iedere keer hetzelfde. Ja, wat was het dan? Wat aten jullie dan? Ja. Frieten met biefstuk. Frieten met biefstuk? Biefstuk en appelmoes. En pils natuurlijk. Ja, uiteraard. Was het daarna hup naar huis? Of werd het dan nog tot de late uurtjes? Er waren natuurlijk bepaalde spelers die niet zo graag naar huis gingen. Oh? En daar was ik natuurlijk ook bij. Daar was je ook bij? Ja, uiteraard. Je bent echt een Limburger, dus hield wel van. Ja, man. Mag het. En Cor, onze hoofdrolspeler. Nou, dat zal ik je vertellen. Want hij coachte jou natuurlijk. Hij noemde me nooit Peter. Hij noemde me altijd Grote. Grote zei hij dan, heb je het gezien? Ja, en ik was dan in Limburg op dat moment. Dan zei ik wel eens, wat bedoel je? Oh, je leert het nooit. Zei hij dat dan? Ja, je leert het nooit, joh. Ik zei, hoe bedoel je? Ja, zei hij, die blonde op de tribune. Ja, Ted Skoog. De Bluff, de Brani. Hij had het gewoon. Beide geslachten hier eigenlijk. Beide geslachten, bij de jongens, bij de jeugd. Die renden als kinderen achter hem aan, als supporters. En de dames, ja, die vanwege andere belangen, hè, maar die liepen ook achter hem aan. Dat het een knappe man was. Ja, en profiteerde die ervan ook? Of, Zou ik niet weten. Kijk, daar ben ik te jong voor. Ja, ik ken wel de verhalen. Ja, ik zou het niet weten. Maar alleen van verhalen. Maar ja, ik ben er niet bij geweest. De verhalen zijn sterk. Wat lief? De verhalen zijn sterk. De verhalen zijn ijzersterk. Ja, ja, maar het gaat over stappen, vrouwen, drank. Plezier maken. Plezier hebben in het leven. Ja, ja. Maar daar wil je niet te veel over kwijt, geloof ik. Nee, ik ben toch gefascineerd door de voetballer Cor van der Hart. Snap je? Een man die dan toch in West-Europa werd gezien als de beste stopperspel. Vroeger had je stopperspel, dat was dan de laatste man. In Duitsland noemden ze die man Auspoetser. Ja. Maar dat vond ik interessant. Snap je? De voetballer, wacht, die verhalen daaromheen. Maar dat valt me wel op. Iedereen die we spreken, die is over die verhalen eromheen. Hè, terwijl die zijn best groot. Hè, van Cor van der Hart, die was weer eens dronken. Cor van der Hart had weer eens naar de meiden gekeken. Ja, ja. En dat al die Limburgers een beetje zwijgen als het over die verhalen gaat. Is dat Limburgs of is dat gewoon om de grootheid van Cor van der Hart? Ja, ik denk toch respect, respect. Maar ik wil dan toch even een kleine uitzondering maken. Zonder er al te diep op in te gaan. Als je nou even daar kijkt, die foto. In 1958 was Brazilië wereldkampioen geworden. Hè? Ja. Met Didi, Vava, Garrincha.
En een jaar later, in 1959, speelt de kampioen van Brazilië in Geleen tegen Fortuna 54. Met Garrincha. En daar speelt Cor van der Hart een hoofdrol. Ze verliezen die wedstrijd, maar het was een fantastische mooie wedstrijd met als gastspeler Faas Wilkens bij Fortuna 54. Het verhaal doet de ronde dat Cor van der Hart in de avond voor die wedstrijd op stap was gegaan in een dorpje met vrienden. En daar behoorlijk diep in het glaasje heeft gekeken. En eigenlijk met heel laat in bed is gekomen met een stuk in zijn hakken. Ja, dat is het verhaal. Nou, en toch de avond daarna speelt hij een berenwedstrijd. Nou, daar gaat het toch om. Ja, ik hoorde ook dat hij gevallen was met een brommer door die dronkenschap. Ja, dat, of met een scooter? Of? Ja, dat verhaal heeft Sean Nelissen de wereld ingeholpen. Ik weet het niet, ik was er niet bij. Ik was in 1959, 9 jaar. En diep in de nacht toen Cor aan het tetteren was, ja, toen lag ik in bed te slapen. Ja, ja. Maar jij hebt die wedstrijd wel gezien? Ja, zeker. Wie was je niet, in het stadion? Wie niet in het stadion. 24.000 mensen uitverkocht in de lichtmasten. De jeugd zat in de lichtmasten. Spelen, stappen en vooral heel veel internationale wedstrijden. Tot 1966 speelt Cor voor het legendarische pioniersteam Fortuna 54 jarenlang als aanvoerder. In zijn 12 Limburgse jaren wint hij 2 keer de KNVB-beker. Maar de lucratieve oefen- en showwedstrijden van Fortuna 54 door heel Europa komen de nationale prestaties niet ten goede. Cor werd vaak verweten van waarom gaat de competitie niet zo? Zou je eigenlijk kampioen moeten worden met wat jullie aan spelers rondlopen? Ja. En de vriendschappelijke wedstrijden, de ene nog groter als de andere. Spelen jullie geweldig en winnen jullie veel? Ja, dan zei Cor, ja, ik krijg voor een gewone wedstrijd, kreeg hij dan ook extra als wij competitie 50 gulden. Tegen mij heeft hij dat verteld. Maar ze, uit de grote wedstrijden, die waren veel hoger. Dus hij, en toen zei hij, ik durf niet te zeggen wat wij kregen voor grote wedstrijden. Maar een veelvoud van zeker van wat jullie krijgen. Ja, ja. Maar voor Cor was een wedstrijd tegen Real Madrid veel interessanter. Oh, voor jullie ook, maar voor hem nog extreem veel meer. Ja. Door de verbanning van de profs kan Cor pas op 27-jarige leeftijd voor het nationale elftal debuteren. Hij speelt in totaal 44 interlands, waarvan 26 als aanvoerder. Veel te weinig voor zijn kwaliteiten. Desondanks neemt hij als aanvoerder van Oranje de boel op sleeptouw. Onder meer in de legendarische uitwedstrijd tegen West-Duitsland, de in 1956 regerend wereldkampioen. Met veel Nederlandse toeschouwers op de tribune wint aanvoerder Cor van der Hart met Oranje in Düsseldorf van die Weltmeister. In enkele seconden verandert in één deinende mensenmassa. Cor kwam dan terug en hij zei met die brede borst en hij zei, ome Cor, even met zijn jongens weer. Geschaf. Ja, ja. We hebben ze eindelijk liggen. Ja, ja. Dat was iets dat wij even van die wereldkampioen daar wonnen. Ja. Ja. Met die grote sterren eigenlijk. En dat speelde ook een man of 4 van Fortuna ook in. Dus bewondering. Je werd er gefeliciteerd, er werd er gekletst en gedaan. Dus dat was... Ik heb als verhalen van hem gelezen, zo hard, bikkelhard. Ja. Ook Interland tegen, ik geloof, Oostenrijk. Ja, met dienst. Met dienst. Ja. Vertel dat eens hoe dat ging. Nou, de uitwedstrijd werd verloren en toen kreeg volgens mij Roel Wiersma een ongelofelijke schop van dienst. En dat was niet zo ver voor het eind van de wedstrijd. En toen zei mijn vader tegen dienst, je komt ook nog terug in Nederland. Hij zei, je speelt geen 10 minuten. Tenminste, dat heeft hij mij verteld, hè, in die trant. En toen meen ik me ook te herinneren dat die dienst met een beenbreuk het veld af is gegaan. Ja. Nee, hij was wat dat betreft wel hard, maar ook altijd wel in duel. Hè. Het was niet iemand die, zelfs nu in die tijd van 25 camera's, zou je hem denk ik nooit betrappen op een gemeene overtreding. Hij was hard in duel. Ja, ja. En dan ging er wel zijn been mee. Ja, maar dat gebeurt nu ook nog wel eens. Een goed blok zetten, dat is nooit weg. In Weert is de opnamestudio van Adriaan Hoes, zoon van de legendarische zanger Johnny Hoes. Johnny Hoes is in die tijd verantwoordelijk voor de opname van het singeltje Dat kan alleen Fortuna. Het clublied wordt gezongen door Cor van der Hart. Als ik denk aan het plaatje van Cor van der Hart, dan gaan mijn gedachten natuurlijk uit
naar Fortuna 54. Cor van der Acht, het boegbeeld. Als je die in je elftal had, dan kon je niet verliezen. Fortuna was een club met een uitstraling. Zeker in die periode. Ja, dat kon je vergelijken met het Real Madrid der Lage Landen. Hier kwamen de Franse voetballen. Hier kwamen Duitse elftallen voetballen. Tot zelfs het Braziliaanse Botafogo met Garrincha. Die schitterde op het wereldkampioenschap. De mensen hier in het zuiden die konden daarvan genieten. Van die internationale wedstrijden. Met een club. Nou ja, daar kun je alleen maar van dromen. He, ze praten over Real Madrid, ze praten over Arsenal, Manchester United, een Theater of Dreams. Fortuna en Geleen hadden het al in 1954 dankzij Gietje Joosten. En daar mag Limburg heel trots op zijn. Mijn vader was ook een self-made man, is bij Phonogram begonnen, maar wist precies wat de mensen wilden. Dus het was ook vanzelfsprekend dat hij hier een plaat opnam. En wie kon dat beter vertolken als de lieveling van Limburg en van Fortuna? Cor van der Hart, het boegbeeld van Fortuna. Plaat werd natuurlijk meteen een succes. Het was het lijflied in het café van de zangeres zonder naam bij het station. Want die had daar een eigen café. En zo is de bal aan het rollen gegaan. En zo is Cor van der Hart hier in Weert in de Telstar Studios terechtgekomen. Hier is het afscheid een beetje als speler. Mijn tijd is nu wel voorbij. Het gaat over weemoed. Dat lijkt me moeilijk. Ja, na al die jaren komt er een tijd dat je moet stoppen. En gaat hij ook Limburg verlaten? Nou, mijn tijd is nu wel voorbij. Nou, dat constateert hij zelf terecht, want die tijd was er voorbij. Die tijd was eigenlijk al voorbij de laatste 1-2 jaar dat hij bij Fortuna 54 voetbalde. Pas op, hij was een man van 38 jaar, dus... Hij was niet meer de snelste. Nee. En daar had hij wel moeite mee. En daar klonken toch wel eens fluitconcerten in het Mauritsstadion in Geleen. Van der Hart en dit, veel te langzaam. Dus mijn tijd is wel voorbij. Cor van der Hart. Internationaal geroemd voor zijn lange passes op maat en zijn tactisch inzicht. Berucht om zijn hardheid. Na zijn carrière als speler wordt Van der Hart trainer, ook bij Fortuna. Volgens Beenen een iets minder gelukkige combinatie. Als trainer is hij veel minder succesvol dan in zijn rol als speler. Bij Cor was het je bent een goeie of je kent er niks van. Ik denk dat Cor als trainer te veel vergelijking maakte met zijn kwaliteiten en de kwaliteiten van de spelers die hij. Hij kon zich niet goed inleven. Nee. Daar hebben vaak hele goede voetballers wel vaker moeite mee. Hè, die moeten zich opeens inleven in spelers die eigenlijk hun schoenen nee, dat was. Ik denk wel dat was een van de grootste manco's van hem. Dus daar ging hij zich ergeren op nee, spelers? Nee, hij ergerde zich niet. Hij zei gewoon tegen mij, nou, die kinderen gekloten van joh. Desondanks behaalt Cor enige successen zoals bij Holland Sport en AZ. In 1973 vraagt de KNVB hem om een rol te spelen bij het Nederlands elftal in de opmaat naar het WK van 1974. Nou, dat is de grootste fout die hij gemaakt heeft, vind ik persoonlijk. En waarom? Nou, hij werd bondscoach, hij was de bondscoach, maar hij had een zwak, heb je weer dat sociale, voor Fantiset Vadrons, de toenmalige bondscoach. En hij vond het zielig dat die man weg moest. Nou, twee kapiteins op één schip, dat werkt niet. En toen heeft uiteindelijk de KNVB besloten, toen ze zagen dat gaat niet goed richting de WK 74, dan moet een supervisor komen. En dat was Rinus Michels. Nou, Rinus Michels was een jeugdvriend van mijn vader. Ajax, maar ook op straat en noem maar op. En ze schelen geloof ik 2 weken qua leeftijd. En het werken onder Michels, dat zag hij niet zo zitten. Zeker niet op de bank. Want hij was ook als voetballer altijd veel beter geweest dan Michels. Natuurlijk. Ja. Michels was een fantastische trainer. Niet voor niks de trainer van de vorige eeuw. De beste trainer van de vorige eeuw. Maar hij was niet de grootste voetballer. Maar toch, er is tijdens het WK iets gebeurd. Ja, dat zijn hij is op een gegeven moment naar huis gestuurd. Ja. Vanwege drank, gedrag. Denk, ja, dat is een beetje de vraag. Kijk, mijn vader was natuurlijk niet een lieve jongen. Hij was geen alcoholist overigens. Hij hield van een stevige borrel. Dat wordt wel altijd gezegd hè, dat hij een alcoholist was. Maar een alcoholist dat is iemand die ongelimiteerd drinkt, die nauwelijks eet, die zich niet verzorgt enzovoort. Mijn vader verzorgde zich prima. Hij had alleen de pech dat als hij een gezellige omgeving had,
Dan nam hij een biertje en dan nog een biertje en dat waren er ineens 12. En dan vergat hij een beetje de tijd. Cor van der Hart blijft vooral in de herinnering voortleven als een van Europa's beste centrumverdedigers ooit. Een bijzondere pionier van het Nederlandse profvoetbal. Een fantastische verdediger. De mooie stylist met de prachtige lange paas. Maar ook een bon vivant, een levensgenieter. Een reputatie die hem altijd heeft achtervolgd. Maar ook het feit dat hij door ook de journalisten wel eens uitgemaakt voor zeg maar, voor drankorgel. Dat heeft je pijn gedaan, neem ik aan. Ja, dat is niet leuk. Nee, ik kan me die affaire herinneren bij AZ met dat hij refusalpillen moest laten inhechten. Nou, toen ben ik een week in de school geweest. Want? Nou ja, je schaamde je natuurlijk voor. En dat op het nieuws was en de sportnieuws, dat was verschrikkelijk. En dat wordt wel eens vergeten, wat hele negatieve kritiek, waar onder andere Johan Derks ook heel goed in is, wat voor effect dat heeft op het gezin en de mensen om een sporter heen. Dat wordt nogal eens onderschat. Ligt hij? 25 januari 1928, 12 december 2006. Ja. Vertel eens, wat zien we? Nou ja, het is een beetje ik heb dit laten ontwerpen door een beeldhouwer, Aart Lamberts. En die wilde eigenlijk de robuuste van mijn vader weergeven. En dat heeft hij gedaan met die roestvrijstaande zuil. En die heeft ook die plaquetten gemaakt. En dat is een foto, naar aanleiding van een foto, toen was hij een jaar 45 en toen hebben we hem 10 jaar verouderd. En dat is eigenlijk het eerbetoon aan mijn vader. En waarom heb je hem 10 jaar verouderd? Omdat hij toen in de kracht van zijn leven was, vond ik. Vond jij? 55, 60, dat was echt de mooiste tijd. Dat zijn laatste uren, zijn laatste dagen, die waren wel zwaar. Zijn laatste tijd was zwaar. Ja, hij was op een gegeven moment zo verward dat hij tegen mijn moeder zei, dat hij een driedelig pak aan, het paspoort in zijn handen. En dan maakte hij mijn moeder wakker s'nachts en zei hij, net hier moet gaan, want die jongens wachten op ons. Mijn moeder, waar gaan we naartoe dan? Ja, we spelen tegen België morgen, dus ze moet naar Schiphol. Ze wachten op ons. Toen is hij uiteindelijk overgeplaatst naar het Kennemer Gasthuis, naar de psychiatrische afdeling daar, omdat hij daar niet weg kon. Nou, en toen hij dat zag, hij zat daar tussen allemaal mensen die echt psychotisch waren, terwijl hij dat niet was. Hij was alleen, ja, had het gevoel van die hersenbloeding. Toen dacht hij van, ja, dit is mijn leven niet meer. En toen heeft hij, ik denk na een week of zes, is hij gestopt met eten en drinken. Dus hij heeft zichzelf echt verhongerd. Is toen de laatste 5 dagen in een coma geraakt en uiteindelijk daar overleden op 12 december. Ergens tussen 4 en 7 uur 's ochtends. Alleen. Een legende sterft. Hè? Ja. Dus. Nederlands beste verdediger die we gehad hebben. Ja. We gehad hebben, ja. Beter dan Krol dus ook. Beter dan Koeman, beter dan Van Dijk, beter dan Rijkaard. Toen de verkiezingen waren geweest van beste speler van het jaar. Van Europa, van de wereld, had Cor daar zeker 2-3 keer op de eerste plaats thuis gestaan. Ja. Dat is mijn mening daarover. Dat was een vertrek, vond ik. Ja. Qua mens ook ten opzichte van ons. In alles, ja, vind ik ook. Fenomenale man. En waarom? Hij was voor mij een fenomenale man. En wat deed hij voor jou? Hij deed eigenlijk niks. Hij waardeerde me. En dat is belangrijk in het leven? Dat is het belangrijkste wat er is. Dat je waardering krijgt. En ik heb geen betere collega voetballer gehad dan Cor. Hoe reageerde de voetbalwereld op de dood van Cor van der Hart? Nou, dat was overweldigend. Wij kregen echt uit de hele wereld kregen wij post. Een fruitmand vol met post, met brieven. UEFA, FIFA, maar uit Marokko, Algerije, Brazilië, Amerika niet te vergeten. Heel veel condolences. En toen realiseerde ik me eigenlijk pas hoe groot die man was geweest. En toen heb ik besloten om dit te doen. Hij wilde eigenlijk verstrooid worden op de Amstel. Amstel was natuurlijk zijn thuishaven. Maar we dachten van ja, we moeten iets maken waar ook mensen nog eventueel naartoe kunnen gaan. Of hun herinneringen kunnen delen, ook voor onszelf. Je voudrais tant que tu te souviens. Dat is een lied van Yves Montand, Les Feuilles Mortes. Dat was zijn lijflied. Ik zou zo graag willen dat je alles er nog zou herinneren.
wat is dan je eerste herinnering? Dat het een fantastische waarde was. Een echte vader zoals je die graag wil hebben. Iets wat hij waarschijnlijk zelf niet gehad heeft. En waar je eigen kinderen alles voor wil meegeven. Dus het is een hoop van hem geleerd, laat ik het zo zeggen. Je hebt zeg maar geleerd hoe je moet leven van hem? Ja, hoe je moet zorgen voor mensen, hoe je moet gedragen, hoe je moet reageren. Ik heb heel vaak dat ik denk van, wat zou mijn vader hiervan vinden? Of hoe zou mijn vader nu reageren? Dat mis ik niet, want je bent natuurlijk op een gegeven moment volwassen en je kunt je eigen besluiten wel nemen. Maar toch, zo'n tweede mening is altijd wel prettig om dat te hebben. Ja. Ja. Dankjewel. Maar het leven scheidt zoveel liefdes van lieverlee en zonder geluid. En de zee wist zacht alle sporen van iedereen die ooit beminde. Toch gemist? Ga naar foxsports.nl/doc.